Ze staan weer volop in bloei, de 850 bomen in de regenboogbuurt in Almere. De bloeiende kersenbloesems trekken veel bekijks en er worden ook volop gefilmd en gefotografeerd in de Terracottastraat. En niet alleen door Almeerders zelf. Echt mooi hier. So beautiful. Ja, de cherry blossom. I like it. Heel erg mooi vindt deze man uit Duitsland en zijn vrouw uit Indonesië. Iets verderop is een jong gezinnetje druk aan het poseren onder de kersenbloesem. De vrouw achter de camera en twee kids bij papa. We maken alleen maar familiefoto met mooie bloemen. Ja, kersenbomen. Ja. En wij wonen hier, ja, in Terracottastraat. Ja. En deze Vietnamese man en Indonesische vrouw hebben ook wat te vieren vandaag. En dit is de eerste jaar met de tweede dochter. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Er loopt ook aanstormend fotografietalent rond met een stel vrienden. Ze zijn zich aan het voorbereiden op een fotoshoot in dit lentedecor. Het is heel mooi, nu ook dat de zon schijnt en nu ook dat het goed weer is eindelijk. En dan met die bloesems erbij? Ook dat. Elk jaar worden ze weer wat mooier, worden ze weer wat witter of een andere kleur. En dat vind ik heel erg mooi om gewoon meer uitstraling te hebben en zo. Ik let eigenlijk vooral op de bloesems, dat die mooi op beeld staan. Een stel dat net getrouwd is, wil natuurlijk ook op de foto met de kersenbloesem op de achtergrond. We moesten ook op de grond liggen, zij ging op de grond met de bloesem. Wij met ons hoofd naar de bloesem toe. Dus, het wordt een soort bruiloftsfoto's van een jaar. Ja, zo komt het er wel een beetje op neer. En het is alleen maar hartstikke leuk. In 2019 was hier nog een kersenbloesemfeest met een grote picknick onder de bloeiende bomen. Vorig jaar ging het feest niet door vanwege corona. En dit jaar heeft buurtbewoner Diana van Diepen een ander plan. We doen een expositie en we nodigen iedereen uit om foto's te maken van de bloesem. Dat kan nu in de komende periode. We hebben de verwachting dat de bloei op zijn top is eind van deze week. Dus je kunt de hele paasdagen kun je daarmee aan de gang. Je mag ook tekeningen maken, je mag ook schilderijen maken en daar fotomateriaal van insturen. En die expositie die gaan we doen samen met het Erfgoedhuis Almere op 4 verschillende plekken in Almere buiten. Ik zou het wel heel graag willen. Ik zou ook willen uitleggen dat we hele leuke bloesems hebben. Maar ik kan gewoon echt niet tekenen. Foto's maken kan iedereen, denk ik. En een beetje tekenen, ach, dat moet toch ook lukken. Het is gewoon heel erg leuk, weet je. Je kan zo spelen met foto's. Een kleine collage, ik denk dat wel inderdaad ook heel erg in de buurt zou kunnen komen. Hoe dan ook, vanwege het mooie weer verwacht Van Diepen dat het storm zal lopen. Mensen die komen hier met paardentrailers uit Dedemsvaart, uit Gouda, om hun paard prachtig te fotograferen onder de bloesem. Nou, dat kan nergens zo mooi als hier.